Deze kogel is keihard en heel zwaar. Nou ja, 4 kilo. Maar hij is van Melissa Boekelman. Zij is op dit moment de beste kogelstootster van Nederland. Je hebt vorige week je limiet gegooid voor de Olympische Spelen. Dus je gaat bijna naar Rio. En jij gaat ons hier in deze masterclass eens even uitleggen wat nou de techniek is achter het kogelstoten. Ja, precies. Ik vind dit zwaar, 4 kilo. Ja. Voor jou is dit goed te doen? Ja, nou dit is mijn wedstrijdgewicht inderdaad. Dus ja, voor mij inderdaad makkie. Is dit jouw eigen kogel? Nee, deze is niet van mij. Ik heb altijd een iets grotere kogel, omdat ik dat fijner vind. En dan is het raakvlak iets groter. Ja. Maar inderdaad ook gewoon 4 kilo. Het gaat er natuurlijk om dat je zo ver mogelijk stoot. Dus veel kracht en vaart hebt, denk ik, bij het kogelstoten. Wat is een beetje zo de afstand die jij dan gooit? Stel dat je niet in de studio zou staan. Ik heb afgelopen zaterdag 18,36 meter gestoten met 4 kilo. 18 meter? Ja. Dat is behoorlijk end. Ja, dat is best een stukje. Ja. En hoe zorg je er nou voor dat je daar vaart en kracht achter zet? Zijn er verschillende technieken? Mag je zelf weten hoe je dat doet? Ja, je hebt eigenlijk twee gangbare technieken. En dat is het draaien en het aangeleiden. Ja. Ik doe een aangeleiden. En er zijn ook heel veel mensen die draaien, voornamelijk mannen. De vrouwen die beginnen het een beetje te ontdekken, maar voornamelijk de mannen die zijn aan het draaien. Oké, en ik heb begrepen dat er ook nog zoiets is als een soort ratslagstoot. Ja, dat is er ook, ja, maar dat is volgens mij... Kunnen we even naar kijken? Ja. Kijk eens even. Het schijnt voor haar wel te werken. Maar dit is, ja, wel een bijzondere techniek. Ja, dat is zeker. Ja, bijzonder is het goede woord, denk ik. Ja. Daar gelooft hij niet in? Nee. Je moet heel veel snelheid even proberen te maken. En je benen zijn gewoon het krachtigste waarmee je de meeste snelheid kunt genereren. Dus kijk, als je dan je benen de lucht in gooit en op één arm probeert te stoten, dan lijkt me dat niet het meest effectieve. Nee, want je moet die kilo's ook nog meenemen naar beneden en ja, dan stoten. Ja, ja. Maar goed, je zei dus twee eigenlijk voor de topsport zijn. De twee die echt belangrijk zijn, dat is die draaitechniek. Ja. Kan je die even demonstreren? Ja, natuurlijk. Ik laat hem even daar liggen, is makkelijk. Ja, voor het precies. Gemak. Ik hoop dat ik niemand raakschop. Goed, dan sta je zo. En dan maak je eigenlijk een voorbeweging. En dan stoot je hem weg. Dit doet mij een beetje denken aan ook de beweging bij discuswerpen. Ja, dat klopt. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Alleen de ring van de kogel is een stuk kleiner dan de discusring. Okay. En je hebt natuurlijk de kogel in je nek. Hij is zwaarder. Ja. Discus heb je eigenlijk wijd om je heen natuurlijk. Dus, maar in principe, de techniek is veel hetzelfde. Ja. Ja. Dit is niet degene die jij gebruikt. Nee. Wat is jouw techniek? De aangeleidtechniek, zoals je dat net zei? Dus ik spring eigenlijk naar achter. Wat doe je nu? Want je loopt nu dat is eigenlijk gewoon het voorloopje. Je stopt de ring in, je hebt je kogel. Ik zal het even met kogel doen. Ja. Je stopt de ring in, je hebt je kogel beet. Je kijkt even naar de afstand. Want daar wil je heen en je wil echt... Ja, 20, precies. Dat 20 is een beetje, je focus. Ja. Nou, en dan draai je om. En dan loop ik naar het einde van de ring. Want vanaf hier mag ik dus mijn vaart gaan maken. Ja. Nou, en dan doe ik hem in mijn nek. Ik stoot hem nu niet. Maar dan ga ik naar beneden en vanuit hier spring ik hem dus naar achteren. En dat ziet er dan... Oeh, daar gaat hij. Dat ziet er dan zo... Oh, meteen uit, sorry. Zo uit. En dan vanuit hier stoot ik hem dus ook door. Oké. En je houdt hem nu niet vast omdat je anders geneigd bent om hem toch weg te stoten? Precies, ja, precies. Ik wil geen brokstukken maken. Nee, we willen de cameramensen ook heel houden. Maar kan je even ons stap voor stap meenemen? Want oké, dit aanloopje, dit hoort erbij. Dit is even de ring van jezelf maken. Precies. Dit is mijn poging. Mijn naam is afgeroepen. Ik stap de ring in. En dan begint mijn poging. En daar heb je een minuut voor overigens. Dan loop ik dus naar achteren eigenlijk vanaf hier. Ja. Begint dus mijn poging pas. Begint mijn aangeleid. Dit is je start? Dit is mijn start. Ja. Dan ga ik dus naar beneden. Want goed, je moet snelheid hebben. Je moet heel erg vanuit de kracht. En de kracht komt vooral vanuit je benen. Want eigenlijk, heel veel mensen zeggen altijd... Je moet toch heel sterk zijn in je armen, in je schouders. Ja, nou, goede bovenarmen hebben. Alleen je kunt niks doen totdat je hier staat. Dus je kunt eigenlijk alleen maar daar kun je iets met je arm doen. Daarvoor moet je alles vanuit je benen halen. Dus dat sprongetje, dan maak je en de snelheid en de kracht. Je probeert een soort van hefboom te creëren. Doordat je hier, zeg maar, gesloten, zeggen we dat? Hier blijf je gesloten. En dan heb je een soort van katapulteffect als je dan je linkerarm opengooit en je heup door laat komen. Dus eerst komt alles vanuit je benen en alleen het laatste stukje is dus met je armen. Is armen. Oké, dus je staat hier laag. Ja, ik sta hier laag. Ik doe hem even rustig voor. Ik ga naar beneden. Dan val ik een soort van naar achter. Ja. Dan schop ik die uit naar achter. Ja.
En dan laat ik die dus los en dan kom ik hieruit. Het is echt een choreografietje eigenlijk. En dan zeg je, je bent hier gesloten. Wat doe je dat je naar de grond gericht bent? Ja, ik probeer met mijn schouders nog boven mijn... dus het zwaartepunt boven mijn rechtervoet te hebben. En mijn schouders dus zo ver mogelijk naar voren. Zodat ik zeg maar de weg zo lang mogelijk naar de uitstoot kan maken. Ja, dat is het meeste rendement kan meenemen. En dan erbij schreeuwen. En dan, ja, dat gebeurt wel vaker, ja. Heeft dat daadwerkelijk effect? Nee, dat gaat vanzelf. Dus ik merk altijd als ik een goede stoot heb, ja. dan doe ik het uit mezelf eigenlijk. En soms dan heb ik het niet eens door en dan kijk ik het filmpje terug en denk ik, oh, ik heb weer geschreeuwd. Ja, dat was een goede stoot, ja. Nou, ik ben benieuwd wat je nu gaat doen. Het is dus een beetje van het moment afhankelijk. Ja. Maar nu mag je hem wel stoten, want we willen je graag echt in actie zien. Nou, daar komt hij dan. Nee, jullie zitten veilig. Het is helemaal goed. Jullie zitten allemaal veilig, Je moet je een beetje inhouden, ja, natuurlijk. Ik moet me een beetje inhouden, maar, anders stoot ik de volgende studio in waarschijnlijk. Maar straks in Rio ga je natuurlijk vol gas. Ja, absoluut. Ja. Nou, heel veel succes daar en dankjewel voor de masterclass. Dank je wel.